Goedemorgen en welkom bij een nieuwe It's Only Week Time. Mijn kamer is een rotzooi en misschien verandert dat deze week nog. Laten we het hopen. En ik ga nu naar de Geoffrey. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je bent leuk. Ik heb nog 10 minuten knuffeltijd. Ja. En dan moet ik naar stage. Dus ik ga nog even lief knubbelen met de Geoffrey. Ik ga denk ik vandaag ook. En dan ga ik naar stage. Oh, en Geoffrey gaat ook vloggen. Zegt hij. Oh my god, baby eendjes. Kijk. Zo schattig. Ik was per ongeluk mijn lunch vergeten te filmen. Sorry jongens. Dat was al op voordat ik erg in had. Maar we hebben buiten gegeten. Gewoon spinazie, hummus, tomaat, kruiden en brood. Annabelle. Dat. En ik heb nu sinaasappel voor mezelf geperst. Vers geperst, jongens. Vers geperst. En nu ga ik weer lekker werken aan mijn project. Jeff en ik gaan weer apart maken. We maken allebei nasi. Ik vegan way. En Jeff de... Niet vegan way. En Jeff gaat ook vloggen. Jeff neemt met kip en zo en ei en al die shit. En ik neem met knoflook en ui en bosuitjes, paprika, courgette, champignons. Dus dat ziet allemaal heel lekker uit. En we nemen ook vegetarische lumpia's. En die zijn dus vegan. En die kun je bij de Jumbo in de chili kopen. En verder als saus doe ik chili saus en ketchup manis. Die zijn ook vegan. En die combinatie is echt goud gewoon met rijst. Dus dat is echt super lekker. Dit ruikt altijd zo lekker. Gewoon knoflook en ui. Dat is gewoon de basis echt voor elk gerecht. De baas. De baas van de basis. Yeah. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Dit is mijn saus. Ik ben er zo trots op. Oh my god. En dat eet ik met rijst. En de lumpia's. Maar ik moet ze even in de gaten houden, want anders verbranden ze. Want ik heb net al 2 laten verbranden. Lumpia's zijn niet mijn sterkste punt. Ik ben ook geen Indo. Hallo. Tada. Ik ben wel trots op. En we hebben ook lumpia's. Lumpia's. En dit is wat Jeffrey is. Ja. Nu gaan we lekker eten. Live of a YouTuber. Ik ben echt kapot. Ik wil slapen. Maar ik moet nog vlog editen. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik slapen. Ik ben moe. Goedemorgen. Ik heb mijn haar anders. Sinds gisteren. Ik weet niet of je het echt kan zien. Maar dit. En ik heb een rokje aan. Ik heb een zwart shirtje aan. Die ik straks nog wel zal laten zien. En een skater skirt. En deze schoenen. Deze. En ik moet je Jeffrey's pizzadoos opruimen. Van gisteren nog. Of eergisteren. Ik weet niet meer. Maar we gaan nu naar stage lekker. En dan check ik jullie later. Konijntjes. Dat is 1 konijn. En waar is Jan er nou? Daar. Hey. Oké, okay, dat fijne gevoel dat de trein gewoon net voor je neus wegrijdt. Nou, dat had ik dus net. Dus ik moet de trein later nemen, waardoor ik 5 minuten te laat ben. Op zich te doen, maar ik baal er wel van. Dankjewel NS. Nou ja, vooral bedankt de metro's, want die waren allemaal te laat. Ik ga nu lekker lunchen buiten met Nadali. Ja. En kijk hoe fancy mijn broodje er nu nog uitziet. Wow. Nu gaan we lekker buiten eten. Nou, ik ben eindelijk klaar en ik heb gemorst op mijn rokje, helaas. Want ik ging chiderans maken en toen heb ik geknoeid. Maar ja, het was wel lekker. Ik heb lekker het leukste vriendje van de wereld. Niet alleen omdat hij een cadeautje voor me heeft gekocht. Ook daarbuiten, maar hij heeft een cadeautje voor me gekocht. Kijk, hij heeft mijn lievelings eyeliner gekocht. En dat vind ik heel erg lief. Dankjewel, Boefie. En nu gaan we lekker eten kopen en waarschijnlijk gaan we sushi maken, maar we weten nog niet zeker. Maar ik hoop dat we sushi gaan maken, want ik hou van sushi. En jij ook. Ik ook. Sushi maken ook. Sushi! Nou, weg zitten nu lekker al zalm te eten. Ik hoop dat we niet te veel eten. Dit is zonder de vis. Nee. Dit zonder de vis. Het is helemaal vegan. En ik hoop dat we niet te veel eten, want we moeten ook nog sushi eten. Het klinkt net alsof het een straf is, maar ik heb nog nooit sushi gemaakt. Dus ik hoop dat het gaat lukken. We hebben deze van de Lidl. Nice! Oké, ik weet niet of we het goed gedaan hebben, maar we hebben die rijst gekookt en het is nu afgekoeld. Het kleeft echt als de pleuris. En nu gaan we sushi maken op dit matje. Maar welke kant is nou glanzend? Want ik vind ze allebei glanzend. Ik vind ze serieus allebei glanzend. Zeker.
Ze zeggen de glanzende kant onder. Welke kant is nou glanzend? Die is de glanzende kant. Ja, weet je het zeker? Ja, ik weet het. Die moet onder. Oké. Okay. Wens ons maar succes. Oké. Okay. Het lijkt nu een soort van op een sushi ding. Salem, komkommer en ja, let's roll this shit. Yes. Ik durf yes. niet, dus ik laat Jeffrey doen, want als het dan fout gaat, dan is het niet mijn schuld. Dan kan je ze mij de schuld geven. Je moet het toch half over doen dan? Ja, maar... Ik heb filmpjes gekeken, jongens. Ik heb filmpjes gekeken. Lang leven YouTube. Ik kom nu ook al. Kom op, man. Je bent een Asian. Laat zien waar je vandaan komt. Je bent een Asian. Asian persuasion. Ik zal straks laten zien hoe het eindresultaat is. Ja, perfect wordt het. Ik hoop echt dat het goed is. Dat is gek huilen. Oké, volgens mij is het gelukt. En er zit veel te veel rijst in. En dat komt door jou. En ik heb deze bakjes al een jaar niet gebruikt. Ik heb ze eigenlijk nog nooit gebruikt, maar ik heb ze een jaar geleden gekocht. En nu voor het eerst en die bakjes zijn gewoon leuk. Nu heb ik ze eindelijk gebruikt. Fucking mijlpaal. En nu gaan we eten. Doei. Oké, zo moet het niet. Er zit echt veel te veel rijst op. De volgende gaat beter. Mijn eerste sushi roll. Oh. Yo. Hij ziet er best oké uit, toch? Best oké, best oké. Beter dan die van jou? Nee. Laat even in de reacties achter welke beter was. Die volgen met een 3 centimeter rand rijst. Jij kon leren. Of deze. Jij kon leren. Ja, jij ook. Jij bent een Asian, je hoort het te kunnen. Yo, ik ga slapen en de batterij van de vlogcamera op de lader doen. Want dat moet ook eens gebeuren, anders gaat hij leeg. En Jeffrey is op zijn DS aan het spelen. Ja. Zo romantisch. En nu ga ik slapen. We hebben samen heel romantisch. Grapje, we hebben heel romantisch zusje gemaakt. En er is nog vet veel over voor morgen, maar oké. En ik ben echt, zit echt mega vol. Maar wij gaan slapen en tot morgen. Het is weer een make-uploze morning. En nu wacht ik op de lift. Same stuff like every day. Nou, we zijn net lekker naar de markt geweest. Ik heb lekker broodjes ingeslagen. Ze zijn niet vegan helaas. Maar ik kon het niet laten. Ik heb 1 kruidenstok wat gekocht en 3 croissantjes. Want ik had ook nog jam en dat is... Croissantjes met jam, dat is echt baas. Ik laat het straks wel zien. En nog meer. Met jam. Helemaal. Ja. Wat eten we vandaag? Wat is er mis met jou? Ik heb het al laten zien. Nou, Nick, rot op. Lekker chouderans. Zelf geperst. Nou, we zijn weer thuis bij de Geofree. En we hebben nog een kwartiertje om te eten ofzo. Dus we moeten snel zijn. Nou, wel iets langer dan een kwartier. Net een paar minuten langer. Oh, dus je loopt. En we hebben sushi van gisteren. En dat gaan we nu opeten. En dan gaan we naar de Adventures. En daar heb ik zo'n zin in. Adventures. En ik heb hier ook echt zin in. Noem, 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 noem. Noem, 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 noem. Nou, de sushi hebben we net op. Ik weet niet of het echt genoeg was. Ik hoop het wel. Maar en nu wachten we op de lift. En op Jeffrey. Tot die komt. En we hebben nu een ijsje genomen. Lekker. Dit is zo'n waterijs. Zo'n vrieslolly. Vet lekker. Doet me echt denken aan vroeger. Oh, en de lift is er. Dus ik hoop dat Jeffrey die snel is. En dan gaan we naar de Adventures. Ik heb er echt zo'n zin in. Ja. Nou, we zijn nu bij Pathé City. Met dit hier op hier. Ik ben vandaag echt een boef. Ik kan het niet laten, maar ik neem deze chip. En water. Want als je dit neemt zonder water. Rest in peace, then. Ja. En dan gaan we nu bijna naar de film. Eerst even afrekenen. Heb je er zin in? Hoor dat je er zin in. Ja. Lekker enthousiast. Daar gaan we dan. Nou, we komen net de zaal uit bij de Adventures. Ik vond het echt een leuke film. Ik vond het echt een awesome film. Het is echt een awesome film. Ja, ik vond hem ook echt awesome. En ik kan echt niet wachten tot het volgende deel weer. Ja. Nee, wij vonden hem echt leuk. En ik vind vooral, zeg maar, heel vaak zie je dat als er vervolgdelen komen, dat het allemaal wat minder wordt en wat minder leuk is gewoon. En dat het eigenlijk afgezaagd wordt. En nu, ja, ik mag niet te veel spoilen, ga ik ook niet doen, maar er komen wel nieuwe karakters bij en dat vind ik gewoon heel erg gaaf. Ze blijven nieuwe dingen verzinnen waardoor de film interessant blijft en waardoor het niet saai wordt. Dus ik vind The Adventures echt een aanrader. Nou, we krijgen nu een live optreden van Amsterdam bij Leidseplein. We're gonna go like this, watch me!
family, family. Zo goed, ik zie dat. Wel knap dat ze zo lang geoefend hebben hoor. Put your hands up and watch it. It goes like this. Ready, steady, clap. Wij zijn net thuis, best wel gezien. Ja, zijn we thuis? Ja, niet jouw thuis, want jij betaalt geen huur. Ja. Mijn thuis, mijn kamer, mijn regels. We zijn nu thuis en het is alweer avond en ik ben gekapot. En ik ga nu de vlog editen, dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te laten. En tot de volgende keer. Heb je nog wat te zeggen? Ja. Dat was het weer, doei!